Nou, Max Verstappen heeft ook Lewis Hamilton opgeroepen tot veranderingen als het aankomt op het asfalt van COTA. Het circuit in Austin, waar afgelopen weekend de Grand Prix werd verreden, kreeg na de race van onder meer Max Verstappen toch flink wat kritiek te verwerken. Kleine huishoudelijke mededeling, dit weekend ben ik in Mexico om onder andere nieuws naar jullie te brengen, maar ook om een nieuwe documentaire te schieten over de stad, over het circuit, maar ook over de Mexicaanse fans. Wil je dat niet missen? Kan ik me prima voorstellen. Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal, zo mis je niks van al onze toffe content. Goed, laten we doorgaan met de GP Fans nieuwsvideo. Max Verstappen was na de race al direct duidelijk over COTA en het asfalt waarop er werd gereden. Hij was gefrustreerd over het feit dat de baan niet aan de standaard van de Formule 1 voldoet. De Formule 1 auto zie je er waarschijnlijk niet zoveel van, omdat we aan de grond vastgelijmd zitten door de downforce. Maar de hobbels en het gestuiter op sommige plekken, dit is veel te veel. Het is niet op Formule 1 niveau. Ik hou van dit circuit. De layout is geweldig, maar we hebben absoluut nieuw asfalt nodig. En het moet de komende jaren veel strakker zijn, want we vragen er volgens mij al een aantal jaar om. Maar er is nog niet echt wat mee gedaan. Zo liet Verstappen dus direct na de race horen. Hamilton vertelde tijdens de persconferentie na de race in Austin dat hij eens is met Verstappen en dat hij zijn frustraties deelt, want ook volgens de Brit moeten er veranderingen komen. Ik ben het eens met Max, het is te hobbelig. Sommige hobbels vind ik prima, want het geeft het circuit wat karakter, maar dit zijn er veel te veel. Als coureurs zijn we bereid om samen te discussiëren en te helpen, zodat misschien niet het hele circuit opnieuw geasfalteerd hoeft te worden en het geen fortuin kost. Van de laatste bocht tot aan de start-finish is het mooi vlak, maar de rest niet. Oh, en de pitstraat is trouwens ook mooi vlak, maar er zijn inderdaad een paar stukken die beter kunnen. Aldus Lewis Hamilton. In de Formule 1 lijkt veranderingen aan het format van een weekend met een sprintrace te overwegen. Het zou de zoveelste keer zijn dat het format op de schop gaat, maar dit keer wel naar klachten van Max Verstappen en andere Formule 1 coureurs en ook de teambazen. Informele gesprekken over het wijzigen van het format zouden volgens bronnen van motorsport.com al zijn begonnen, waardoor de wijzigingen misschien volgend jaar al kunnen doorgevoerd worden. Er zijn een paar opties genoemd. Zo zou de Formule 1 kunnen overwegen om een sponsor aan te wijzen voor de sprintrace en de coureurs te laten rijden in een korte race met als beloning een bedrag dat kan oplopen tot $1 miljoen. En ook zouden overwogen worden om de sprintrace een aparte race te maken waarin gewoon volledige punten worden uitgedeeld, zoals ook op zondag het geval is. Tot slot zou er ook een omgekeerde startopstelling overwogen worden, waar het dan bij gaat om de top 10 of zelfs misschien wel de hele grid. Dit zou dan op basis van de stand zijn bij de coureurs of de uitslag van de kwalificatie. Lijkt het dus op dat de sport ook in 2024 met een nieuw format rondom de sprintraces te maken gaat krijgen. Wat is volgens jou de beste optie? Laat het even weten in de comments hieronder. Het team van Aston Martin pakt gewoon door met updates en zal aankomend weekend in Mexico de AMR23 wederom voorzien van een aantal nieuwe onderdelen. Het team had namelijk in Austin ook al een nieuw pakket meegenomen, maar door de beperkte trainingstijd kwamen de wagens er niet goed uit. Formula Uno meldt namelijk dat Aston Martin voor de race in Mexico wederom dus met een aantal nieuwe onderdelen zou komen. Het is de bedoeling om extra data te vergaren voor de auto van volgend seizoen. Het team wil hiermee een strakke basislijn neerzetten. Daar moet Aston Martin in de winterstop op voort kunnen borduren. Ket in Mexico zou door Dan Vellos en zijn collega's worden geëvalueerd om op die manier de juiste koers voor volgend jaar te kunnen bepalen. Sluit hem af met het tijdenschema voor dit weekend. Het raceweekend wordt namelijk vrijdag om 8:30 Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. En om klokslag 12:00, dan is het al eigenlijk zaterdag, is het tijd voor de tweede oefensessie. Diezelfde zaterdag begint dan echt om 7:30 in de avond met de laatste vrije training, waarna het om 11:00 tijd is voor de kwalificatie. En de race, de Grand Prix van Mexico, gaat deze zondag 29 oktober om 9:00 in de avond van start. Was hem dan het nieuws van de dinsdagmiddag. Morgen zijn we er gewoon weer. Tot dan!